Hey, hoi! Leuk dat je kijkt! Dit is deel 16 van Let's Play met de Twisselbroek familie. En dit is mijn 10 generatie challenge. En het is ochtend en nou ja, we gaan dus nu zonder ontbijt naar de les. Ho, stop, wacht. Trapkast aan. En dan mag je nu naar de les gaan. Oh, nou luister je helemaal niet meer. Dat is jammer. Het is nog steeds lekker zomers. Wat mooi weer. En we hebben hier college. Thea Prijs, jou ken ik nog niet. We doen straks een charmante introductie. Ja, goed zo. Oh, we hebben hier les. Oh. Hier hebben wij les. Oh. Waar ben je? Kai. Goed zo. Advertenties aankondigen. We gaan even een interviewtje doen. Met Nina. Je spijbelt. Dat was spijbel helemaal niet, man. Hartstikke bezig zijn we. 33. Oh, we hebben er gewoon wat geld mee gevriend. Oh, nice. Oh, Nina is zelf nog bezig. Maar zij moet dus zo hier komen. Oh, die is daar niet echt heel mooi gekleed. Die sim. Nou, Nina, schiet eens op. Dan kunnen wij. Ja, ja. We kunnen haar interviewen. Oh, dat was het alweer. Oeh, dat is niet fijn. Oh, we zijn echt goed bezig. Vrijdag hebben we examen. Dat is over 3 dagen. Oké. Okay. Het regent. Not nice. We gaan naar de schrijftaptast. Luisteren. We moeten nog 11 uur luisteren. In elk geval naar huis. Lijkt me een goed idee. Running, running, running. En daar moeten we eerst maar eens wat gaan eten. Want hij heeft honger. Hij is helemaal doorweekt. Super handig dit, dat je kan koken en tegelijkertijd ook met de tapkast kan luisteren. Nice. We hebben alweer post gewoon. Wat hebben we? Weer een cadeautje. 2 cadeautjes zelfs. Ik wil eigenlijk ook wel... even kijken hoor. Nee, het is niet hier. Dat is de vakbond. Nee. Aanvraag voor extra geld indienen. Oh, wat een slecht weer. Hij is al binnen. Wow, damn. We krijgen gewoon bijna 5000 euro. Dat is zo nice.
Want we hadden geen beurs gekregen. Zo, ondertussen lekker naar de tabkast luisteren. Oh, hij gaat normaal studeren. Met een boek. Nou jongen, jij mag ook wel even studeren als je er zin aan hebt, hè? En ondertussen luistert hij ook nog naar de tabkast. Dat is echt gewoon dubbel werk. Dat is zo nice. Who are you? Paparazzi. Ja joh, maak maar foto's terwijl hij studeert. Kijk, hoe staat het met onze beroemdheid? Oh, we zijn gewoon nu voor 2. Voor een examen slagen. Even kijken, ik ga hem naar huis sturen. Want zijn energieniveau is echt heel erg laag. Hoe laat hebben we morgen college? Of 21 uur. Morgen is het woensdag. Om 4 uur pas. Nice. Hi Alexandra. We zeggen even hallo. En we gaan even wat eten. Laten we eens even snellen. Maar we doen gewoon brood met jam. En dan ga ik hem naar bed sturen. En we moeten eerst nog even een blogje doen. Zeven volgelingen. Bijna zitten we op... Oh, bed opmaken. Helemaal niet bed opmaken. Slapen. Bijna zitten wij gewoon op de... Oh, bijna bij 300. Bijna bij 300 volgers. Dat is zo nice als we dat halen, hè. Dat is zo lekker. Zo nice. Ja, je kan nou niet slapen. Hé, hey, ik kom bij jullie terug als hij weer wakker is. Zo, het is ochtend. En terwijl Kai wat aan het slapen was, was ik even in de familie-inventaris aan het kijken wat we eigenlijk allemaal voor cadeautjes hebben gekregen. En ik dacht, wow, hier staat wel heel veel in, dus ik ga wat verkopen. Dus ik was wat aan het verkopen en zo. En in één keer zie ik dat er een standbeeld in staat van de waarde van 75.000 euro. En check, check, check. We kunnen dus nu gewoon de boerderij kopen die ik heb gemaakt. Hoe nice. Dus als Kai is afgestudeerd, dan kunnen we verhuizen naar de boerderij. Damn, dat wordt leuk. Dan gaan we nectar verbouwen en planten. En de plantsim wil ik ook gaan planten. Dus ik ben echt helemaal blij. Echt nice. Ik ben echt top. En ik denk dat ik dan uiteindelijk ook zijn beroemdheid ga uitzetten bij de familie. Want je verdient er gewoon heel veel geld mee. Wat eigenlijk helemaal niet nodig is, zeg maar. Oké. Oh. We hebben geld gewoon zomaar gekregen voor de blog. Sociale netwerken. Is het even surfen over het internet. Dat is ook wel goed voor de sociale netwerkskill. Even wat opruimen, want het is hier een bende. En even naar de tabkast schrijven luisteren. Even kijken. Charisma is zo, koken, tuinier is 3. Daar moeten we nog wel wat aan doen. Sociale netwerken. Schrijven is bijna 8. En deze is ook 8. Ik weet niet meer in hoeverre... Hoeveel je nodig had, zeg maar. Ze gaan overgooien. Jongen, blijf eens even naar de tabkast luisteren. Want we hebben nog maar heel even. Nog anderhalve dag. Oké. Is hier ook een tweedehandse winkel ergens? Wat is dit? Dat is een koffieshop. De grotto. Oh, dat is het theater.
Oh nee. Oh, dit is een sportschool met een zwembad ernaast. Oh, dat is een studentenhuis. Studentenhuizen. Dat is om boeken te kopen. Boodschappen doen. Nee, we hebben hier geen recyclewinkel of zo. Dat is nou jammer. Ben jij nou alweer gestopt met het luisteren naar de tapkast? Jongen, doe nou eens eventjes. Je examen is bijna. Even kijken, waar ben je? Oh, nice, nice, nice. We gaan even onze blogvolgers. Een nieuw blogje geven en... Fotogrootte instellen, landschap. Oh, hij is uitgeblogd. Oké. Okay. Even kijken, jij moet straks zo ook naar school, denk ik. Ja, over 3 uur. Kom op, je hebt schrijven bijna binnen. Schrijven hebben we bijna binnen. Dan gaan we ook nog normaal studeren erbij. Nou, helemaal goed. Ik neem aan dat als we niveau 8 zijn, nou dan moet dat toch goed zijn. Oh, we gaan naar school. Running, 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 running. Oh, we hebben hier in dit gebouw les. Huw. Normale inzet. En kijk, de balkje is helemaal vol. En nog 1 dag hierna voor het examen. En voordat we afstuderen. Oh, we hebben echt nog veel te weinig. We hebben nog maar 10 punten voor de graad. En je moet er... Oh, dan gaan we de graad nooit halen. Dat is nou jammer. Oh, we gaan even wat eten. Macaroni met kaas of zo is wel lekker. Hé, koken niveau 3. Ik word gek van die muziek. Uitzetten. Eten en dan gaan we even de sociale. We gaan even onze behoefte doen. Of keizerbehoefte, onze behoefte klinkt ook zo gek. Zo. En ja, hierbij wil ik... Hé, er ligt iemand anders in ons bed. Nou, dan gaan we wel in dat bed slapen. En hiermee wil ik deze aflevering alweer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En ik denk dat we nog 1 dagje op de uni zitten en dat we dan alweer naar huis gaan. Yay! Hey, bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!